Ik ben dus gaan werken. Dat is handig voor mijn girlfriend. Never take a girlfriend. Als ze water drinkt. Hi boys, welkom bij deze nieuwe vlog. Zoals je ziet start ik de vlog weer uit de auto. Ik heb terug even een halve dag gewerkt. Ik ga nu terug even verder gaan werken tot 10 uur. Ik moet samenwerken met Mo, dus waarschijnlijk ga ik iets doen met Mo. Ja, voor de rest, ik weet niet. Ik ben echt heel benieuwd naar morgen. Morgen ga ik mijn auto afhalen. Iets rond 11:30 moet ik daar zijn, maar ik heb zo fucking veel gezonde stress of zo. Ik vind het zo fucking spannend. Ik weet hoe de auto is, ik weet wat ik eraan moet doen. Maar alsnog, het is altijd spannend, snap je? Wie weet heeft die gewoon dingen eraf gehaald of zo. Ja, daar moet ik allemaal niet aan denken, maar ja, het kan zomaar gebeuren. En ik ben iemand die altijd zo in zijn achterhoofd denkt, dus ik kan niet zeggen dat ik de persoon niet vertrouw, maar ja, ik weet niet echt hoe ik het moet zeggen. Maar maakt niet uit. Morgen, 11:30 ga ik mijn auto afhalen. Ik denk de leukste of de tweede na leukste vlog dat ik ooit heb gemaakt is mijn eigen fucking auto afhalen. Holy shit. Ik ben er al heel de tijd aan het denken en ik kan echt niet wachten. Morgen ga ik de auto ook afhalen met mijn vriendin en mijn moer bij. En dan als ik thuis ben, komt Elias ook gewoon even kijken. Ik wil eigenlijk al gewoon eens de motorkap open doen en gewoon al eens snel eens gewoon op het eerste zicht kijken wat ik eigenlijk zou moeten vervangen. Bijvoorbeeld van leidingen of zo. Of van ja, rubbertjes of zo. Die kind of shit. Die shit moet je wel vaak vervangen bij die auto's. Dus ja, dus daarom dat ik even voorhand al wil checken wat ik zou moeten bestellen om die auto gewoon helemaal tip-top motorisch in orde te krijgen. Ik ga een paar uurtjes werken samen met Mo en daarna ga ik zien of we nog iets kunnen doen. En anders verzin ik wel iets zoals elke keer. Dus even werken. Right. Taibo heeft weer niks gevlogd vandaag en moet nu weer met een verhaaltje komen om toch zijn vlog even op te vullen. Wel ja, kijk, dat is eigenlijk half waar. Maar papa wou dat eigenlijk al heel lang eens vertellen tegen zijn kijkers, maar heeft nooit echt de tijd gehad. Maar nu dus wel. Dus, als ik deze aan jullie wil verkopen, zou je er 200 euro voor geven. Limited edition print. Schattig gezichtje. Ja, snelle staart. Goede conditie. Sportuitvoering. I love my kitty. Even serieus, boys. Zoals de meesten misschien van jullie wel weten, ben ik denk een jaartje geleden of zo gestopt met school. Of het is nog geen jaar geleden, ik weet niet. Begin zomervakantie, dus bijna een jaar geleden ben ik eigenlijk gestopt met school. En als eerst wil ik zeggen tegen iedereen, maak jullie school af. Je school afmaken is gewoon zo belangrijk, omdat je dan echt een zekerheid hebt in inkomsten later en weet ik veel allemaal. En gewoon, ja. Het is niet voor niets dat je ouders zeggen van, maak je school af, doe je school. Dus die doen dat echt gewoon, dat je later zeker niet op straat gaat leven en shit like that. Maar ja, ik had het probleem dus eigenlijk dat ik, als eerste mijn ouders steunen me wel, maar ja, niet echt zoals anderen of zo. Ja, ik weet niet hoe dat ik het moet zeggen, ik ga er ook niet veel op ingaan, want ja. Dus het komt erop neer, mijn ouders steunen mij niet echt zoals echte ouders hun doen, want ja, het begon dus het middelbaar. Het begon eigenlijk al bij het lager. Bij het lager ging ik van het zesde middelbaar naar TSO, sport. En ik kreeg een eindresultaat in het lager van 67, terwijl iedereen fucking 90 of 80 haalde. Dus toen dacht ik al zoiets van, fuck, school is echt niks voor mij. Maar oké, maakt niet uit. Ik ging eens doen wat ik fucking graag deed. En als sportschool, ik ging gewoon sportschool. Zoveel mogelijk uren in de week sporten. En daarvoor moest ik op internaat, vond ik allemaal geen probleem. Goeie tijd gehad, goede vrienden gehad op internaat. Maar het ding was, ik kon echt niet studeren. En ik werd in een kamer, internaat is gewoon, je hebt elk je eigen kamer, je slaapt daarin, gedoucht daarin en je leert daarin. Maar het ding is, ik kon gewoon echt niet leren. En ik kon dat thuis niet en dan kan ik dat zeker niet alleen op een kamer. Het is zelfs zo ver gegaan dat ze dan zelf je gsm's innemen en zo en blablabla. Bla bla. Maar alsnog lag ik gewoon op mijn bed. Dus ik heb dat 3 jaar volgehouden. Eerste jaar ging ik er gewoon door, omdat het toen inleiding eigenlijk was. Tweede jaar ging ça va, maar toen kreeg ik zoveel waarschuwingen, mocht ik toch over naar derde. En dan de derde was gewoon rampzalig. Ik had examens met procenten van 10%, 25%. Dus ja, no shit. Dat ging niet lukken. Dus toen moest ik naar het vierde middelbaar. En dat was eigenlijk, moest ik zakken van TSO naar beroeps, BSO dus. En dat was echt fucked up. Ik wou dat niet. Ja, ik weet niet, gewoon de naam alleen al vond ik echt fucked up. BSO, alleen niet dat fucked up is. Ik bedoel, dat is de perfecte richting voor mensen die echt iets willen leren. Bijvoorbeeld houtbewerking, laser. Die shit moet je echt doen als je echt wilt. Maar ik ging gewoon in een random richting waar nog plaats was. En dat was toevallig houtbewerking. En dat interesseerde me echt niks. Ik bedoel, alle respect naar mensen die houtbewerking volgen. Maar die shit boeide me echt niet. En als je iets doet wat je echt niet graag doet, ja, dan komt je niet. En toen was eigenlijk weer hetzelfde. Derde ging makkelijk. Vierde met waarschuwingen. En zo ging het maar door. Ik bedoel, vierde ging makkelijk. Vijfde met waarschuwingen. En dan het zesde was gewoon weer
waarschuwing van het jaar voor. Nekte mij weer, wat ook logisch was, want ik toon geen inzet, ik toon geen moeite. Al dat soort shit. En ja, ik weet niet. BSO is sowieso gelijk ietsje marginaler of zo dan andere richtingen. Dus ja, het ging eigenlijk alleen maar slechter en slechter met mij toen. Dus toen dacht ik van, ah, fuck it. Ik ga echt niet meer naar school. Ik doe echt niet meer graag houtbewerking. Ik ga gewoon even voor mezelf even uitmaken wat ik eigenlijk wil doen met mijn leven of zo. In plaats van dat ik er geforceerd in een richting zit dat ik totaal niet graag doe. Dus daar ook mijn grootste tip naar jullie is, doe iets wat je fucking graag doet. Ook al moet je daarvoor naar de andere kant van België voor de school. Maakt niet uit. Ga zo graag naar school gaan. Ga zoveel dingen bijleren. Toen stopte ik met school en toen dacht ik, ja, kut. Ik kan niet elke dag thuis zitten, dus gelukkig werkte ik al bij Peace Out. Pak ik gewoon ietsje meer uren, wat meer volledige dagen zoals ik nu doe. En ja, dan ben ik gewoon dankbaar voor dat Peace Out mij die kans geeft of zo. Dus ja, sowieso toen ik het zesde middelbaar mijn school skipte, had ik sowieso mijn ouders niet meer achter mij staan. Dat ik ervoor ook niet echt, maar... En nu zit ik op dit punt waar ik nu ben. Ik doe wat ik leuk vind, maar ik verdien geen geld meer. Dus ik doe iets waar ik wel geld mee verdien, zodat ik kan blijven leven of zo. Ik woon nu gewoon bij mijn pa. Ik probeer een beetje voor mijn eigen te zorgen. Ik probeer mijn eigen eten enzovoort. Ik heb nu ook een nieuwe auto gekocht. Dat is een flink serieuze hap van wat ik ooit heb verdiend bij Pizza Hut. Benzine en zo komt er ook allemaal aan. Dus ja, werk is echt belangrijk. Maar ik blijf gewoon doen wat ik leuk doe. Want wie zegt, hopelijk gaat het misschien ooit mijn werk worden. Ik hoop het eigenlijk het diepst van mijn hart. Het is niet, natuurlijk niet mijn motivatie. Want ik doe dit niet voor later fucking rijk te worden. Ik doe echt omdat ik het leuk vind. Want ik bedoel, toen ik fucking 12 jaar was, wist ik niet eens dat ik er ooit geld mee kon verdienen. Toen wist ik zelf niet wat geld was. Dus ja, ik doe die shit echt gewoon wat ik het fucking graag doe. Dat was eigenlijk mijn klein verhaaltje van waarom ik gestopt ben met school. Dus kort samengevat, doe gewoon een richting wat je fucking leuk vindt. Zodat je niet eens erg vindt om naar school of zo te gaan. Oh, mijn kat is aan het kakken. Ik dacht dat ze weer aan het klappen zijn aan de zetels. Maar nee, dat is dus mijn tip naar jullie. Doe op school iets wat je graag doet en doe het niet graag. Verander gewoon. Maakt niet uit of je daar een jaartje terug opnieuw moet doen. Verander gewoon, want je houdt het echt niet vol als je iets echt niet graag doet. Dus ja, dat is eigenlijk mijn ervaring op school eigenlijk. Dat wil ik even al lang zeggen waarom ik eigenlijk gestopt was met school. Dat je niet random dacht van, yo, like he out. Normaal ga ik met deze vakantie, deze zomervakantie ook inschrijven voor avondschool, personal trainen, want dat is echt iets wat ik echt leuk vind. En ja, gewoon echt het allerleukste, maar niet echt realistisch, is gewoon video's maken. Ik vind dit gewoon, dit vind ik echt gewoon fucking leuk. Maar ja, ik moet wel even zekerheid hebben dat ik ook gewoon later ooit een job kan hebben als dit niet gaat lukken. Ook al ben ik vrij zeker dat dat wel gaat lukken. Maar stel, als je snapt wat ik bedoel. Dus in de zomer ga ik me misschien inschrijven in een avondschool voor sporttrainer, personal trainer enzovoort, want dat doe ik ook echt fucking graag. Even het verhaal verteld van mijn school. Nu weet iedereen waarom ik gestopt ben met school. Het is nu iets voor 11. Morgen is een fucking grote dag. De dag waar ik echt al maanden heb naar uitgekeken. Dat ik eindelijk mijn fucking droomauto ga ophalen. Dat wordt een fucking lijpe vlog. Mijn vriendin gaat erbij zijn. Mo gaat erbij zijn. Elias gaat ook nog komen als ik thuis ben. Wordt fucking nice. Dag om nooit vergeten. Fucking coole vlog morgen. Dus, dat was mensen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet een video van morgen echt niet te checken. Want het is echt een dikke video. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zou ik zeggen, tot morgen. Check de volgende vlog. Love, peace.